Arjan de Loze van ChristenUnie SGP wist niet wat hij zag bij de woonboulevard aan de Mijlweg. De vraag was hoe het kan dat na het uitvoeren van het groot onderhoud aan het spoor hier de fietsoversteek verdwenen is. Want vroeger fietste je zo vanuit Wielwijk naar de woonboulevard. Nu moet je een dikke kilometer omrijden. Dat is op zich een klein probleem, maar omdat de oplossing zo voor de hand ligt om hier gewoon even asfalt te storten en een soep te maken, kunnen we deze mensen, deze ondernemers hier toch helpen, zodat ze beter bereikbaar zijn. Want elke kilometer telt, zegt de Loze. Fietsroutes moeten snel zijn, kort zijn, zo min mogelijk stoplichten en elke obstakel moet weggenomen worden wat ons betreft. Hij heeft vragen gesteld aan ons college. Kan dit, zoiets? Kan je zomaar even een fietsoprit wegsnijden en jongens, is jammer, zorg maar dat hij weer terugkomt. Dus dat is wel een vraag die bij mij leeft, omdat dit zomaar kan gebeuren. De Loze heeft al te horen gekregen dat de zaak van de verdwenen overgang wordt uitgezocht. We gaan het volgen en ook chasen dat er iets gebeurt.